welkom bij een nieuwe Fonteslog. Ik zal je even voorstellen. Ik ben Aniek van de Vleuten en ik zit in het tweede jaar van de IPO. Ook wel industrieel productontwerpen genoemd. En ik ga jullie vandaag tips en tricks geven hoe je het beste kunt studeren, zoals nu, als alles online is. Nou, in deze weken zit ik in mijn tentamenweek, dus kan ik je helaas niet meenemen met echt een online les. Wat ik wel kan doen is jullie laten zien hoe ik leer en wat voor tips ik daar gebruik. Dus ik hoop dat jullie daar iets aan hebben. De volgende tip krijgen jullie zo. De eerste tip die ik jullie ga geven is, sta op tijd op. Nou, waarom zeg ik dit? Uit onderzoek is gebleken dat te veel slaap niet goed voor je is. Daarnaast is te weinig slaap natuurlijk ook niet goed voor je. Ongeveer 8 uur slapen is goed voor je vannacht. En daarom, sta op tijd op. Ik ga jullie nou tip 2 geven. En dat is, maak een weekplan. En wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Maak een planning, eventueel per dag, maar kan ook per week. En schrijf daar je doelen op waar je gehaald wil hebben. Stel je hebt een tentamenweek en je wil daarvoor gaan leren. Dan kan je bijvoorbeeld opschrijven, ik wil van dat vak die hoofdstukken geleerd hebben. Aan het eind van deze week bijvoorbeeld. Als je gewoon een lesweek hebt, zou je denken, oh, na de les ben ik lekker klaar. Maar zo is het eigenlijk niet. Het beste wat je kan doen is dan ook doelen opschrijven. Bijvoorbeeld de behandelde stof die ik deze paar dagen heb gehad. Wil ik even een keer overlezen of het huiswerk wat ik gegeven heb, daar wil ik gemaakt hebben. Ik wil bijblijven bij de lessen. Als ik iets niet begreep, dan heb je dat opnieuw geoefend. Dat kunnen eventuele doelen zijn die je dan opschrijft in je weekplanning. En dan komen we meteen op tip 3. En dat is, hou aan je weekplanning. Je kan wel een weekplanning maken, lekker onrealistisch, alles opschrijven. Maar ja, dat heeft niet zoveel zin als je er ook niet aan houdt. Dus de volgende tip is, hou je ook echt aan je weekplanning. Ik zal maar even mijn 3 tips even op een rijtje zetten. Sta op tijd op, dus heb structuur in je dag. Doe bijvoorbeeld schone kleren aan en plan je dag in. Tip 2 was, maak een weekplanning. En tip 3 is, hou je eraan. Nu we deze 3 tips hebben, kunnen we de dag helemaal beginnen. Nou, ik ben alvast begonnen met ontbijt. Maar altijd tijdens ontbijt kan je bijvoorbeeld, of ergens anders, kan je even kijken naar je weekplanning. En in mijn weekplanning heb ik voor vandaag staan dat ik even met mijn projectgroepje bel. Omdat we samen een project hebben. En daarin gaan wij heel even de presentatie oefenen. Want die hebben wij morgen. Dus we hebben even afgesproken met het projectgroepje om samen even een vergadering te starten. En om dan eventjes met elkaar te oefenen. Nou, en daarna heb ik op mijn planning staan om mechanica te leren. Mechanica, dat is eigenlijk een vak die ik heb. En dat gaat over een soort van natuurkunde, makkelijk gezegd. En daarvoor heb ik een tentamen. En ja, ik ga daarvoor leren. En ik neem jullie daarom mee vandaag. Zo, ik ben in ieder geval klaar voor de vergadering. Ik heb net zojuist standaardboots ontbeten en kleren aangedaan in ieder geval. En ja, nu we daarmee klaar zijn, kan ik jullie tip 4 geven. Nou, tip 4 is eigenlijk creëer een rustige ruimte om te studeren. Die dacht ik dus in de lente toen corona eigenlijk ongeveer uitbrak. Toen dacht ik, oh, dat is in dit geval bij mij gewoon in de keuken. Oh, mijn belichting. Dus ik daar gewoon mijn huiswerk gemaakt, online lessen gevolgd. Ons mam die elke keer gewoon binnenkomt gevallen. En mijn zus die onregelmatige tijden heeft en ook binnenkomt gevallen en komt kletsen. En nou, ik had dus niet echt concentratie steeds. Toen dacht ik, oké, wat ga ik nou doen? Of ik blijf gewoon zitten en denk, oké, schijt. Maar ja, ik merkte echt dat ik helemaal niks meer kon volgen eigenlijk van de lessen. Toen ben ik ook nog een keer in de zomer buiten in de tuin gaan zitten. Hielp ook niet echt, want ik zweet weg van de zon. Maar goed,
Wat ik wil zeggen is, creëer een rustige ruimte. Nou, ik heb die denk ik gevonden en dat is bij mij in de schuur. Daar heb ik een bureau gezet, zul je daar allemaal zien. Lekkere stoel en daar kan ik rustig, zonder dat iemand me elke keer binnenkomt, kan ik daar gaan studeren. En dadelijk ga ik dus ook in de schuur mijn vergadering. Dus ik zal je het zo laten zien. Even hier bijna. Oh, ik heb net eventjes gebeld met mijn projectgroepje, net ongeveer 1,5 uur. En nu is het tijd voor eventjes een pauze. Time to relax. En dan doe ik graag met mijn zus eventjes bijklessen. We zijn nu buiten en dan lopen we naar de schuur toe. Tada, ben ik toch elke dag eventjes buiten sowieso. Nou, kijk. Dit is de schuur waar ik dus studeer. Ik heb daar een bureau staan met een laptop erop. Stopcontacten dichtbij, dus dat is altijd heel fijn. Dan zou ik zo even mijn camera draaien, dat jullie er beter kunnen zien. Hier heb ik een radiootje. En dan heb ik hier mijn rotzooi liggen. Let er vooral alsjeblieft niet op. Prullenbakje met de stoel, lekker in het bureau waar ik een ruim waar enorm veel op kan. Heb ik hier mijn schetsboeken met mijn tekeningen en mijn stiften die ik voor nodig heb, die ik nodig heb voor bepaalde vakken. Hier heb ik mijn boeken liggen voor mechanica die ik straks moet gaan leren. Stopcontact in de buurt. Mijn planning, mijn weekplanning. Mijn deadlines eigenlijk staat erop en hier heb ik dan andere dingen staan. En ja, dus zo zit ik eigenlijk elke dag. En als de school dan klaar is, als ik geen online lessen heb, dan klap ik mijn laptop dicht. En dan ga ik gewoon de schuur uit en dan sluit ik de deur en dan is het klaar voor vandaag. Zo, nu jullie weten waar ik dus studeer en waar ik dus de online lessen volg. Dat is dus hier. Ga ik jullie tip nummer 5 geven. En tip nummer 5 is eigenlijk een methode hoe je beter kan leren. Want natuurlijk, heel de dag communiceren op afstand en online lessen volgen en dus ook leren is heel vermoeiend. Dat kan zelfs vermoeiender zijn dan dat je gewoon naar school gaat. En daarom heb ik jullie een methode bedacht en die ga ik zo meteen uitleggen. De leermethode is de Pomodoro-methode. En die Pomodoro-methode zou ik dadelijk na dit filmpje ook wel even in beeld laten brengen. Ik zal eerst even uitleggen wat het precies is. Nou, als eerste, je begint eigenlijk met opschrijven wat je precies wil leren. En in welke stappen je dat wil doen. Bijvoorbeeld in mijn geval is dat dus mechanica. En mechanica wil ik hoofdstuk 12 en 11 leren. Dus dat schrijf ik dus ook op, die hoofdstukken. En dan begin ik met leren en dan zet ik een timer op 25 minuten op je telefoon dan. Die leg je aan de kant, dus stel gewoon op vliegtuigmodus of in ieder geval aan de kant, dat je geen afleiding hebt, want dat is het belangrijkste, geen afleiding. En die leg je dus aan de kanten. En zodra de wekker afgaat, mag je stoppen met leren. Je hebt dus dan in totaal 25 minuutjes geleerd. Dan krijg je 5 minuten pauze. Ga dan even naar buiten, pak wat drinken of iets anders. En dan begin je weer overnieuw met de 25 minuten. Dan zet je weer opnieuw de wekker. En dit doe je eigenlijk 4 keer achter elkaar. Dus je stelt 4 keer achter elkaar je wekker opnieuw in 25 seconden. Of 25 minuten, sorry. En ja, als je dus dat gedaan hebt, 4 keer achter elkaar, dan heb je na die 4e keer, krijg je 30 minuten pauze. Dus nou een keer geen 5 minuten, maar 30. Nou, en zo werkt eigenlijk de Pomodoro-methode. En het belangrijkste is daaraan is dat je echt geen afleiding hebt. Dus leg echt alles weg wat je kan afleiden. En ga gewoon echt 25 minuten lang gefocust leren. Ik hoop dat u deze methode ook helpt.
Ik heb zojuist de methode uitgelegd. En daarom ga ik nou de 25 minuten instellen. Kijk, ik pak gewoon een online timer erbij. Deze stel ik in op 25 minuten. Dan ga ik mijn spulletjes erbij pakken. Zo. En dan start ik de timer en dan begin ik met sommetjes maken. Dat was de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. En ook aan mijn tips die ik jullie gegeven heb. Ik ga nu even nog een rondje hardlopen om even mijn gedachten te verzetten. En dan hoop ik tot de volgende keer. Doei!